Gemeente Noordoostpolder zoekt een nieuwe jeugdburgemeester. Hij of zij moet Nienke Veenstra opvolgen. De jeugdburgemeester vertegenwoordigt met of namens de burgemeester de gemeente. Nou, dat kan bijvoorbeeld op Koningsdag, bij de aankomst van Sinterklaas. En het gaat om kinderen die in groep 7 van de basisschool zitten. Arja Heerspink kan er meer over vertellen. Ze is voorzitter van de communicatiewerkgroep vanuit de gemeenteraad. Goedemorgen, Arja. Goedemorgen. Ja, wat voor iemand zoeken jullie? Ja, wij zoeken iemand die het leuk vindt om mee te denken met de politiek. Maar die het ook heel erg leuk vindt om, wat jullie net al zeiden, hè, de inkomsten van de Sinterklaas bij te wonen. Bij Bevrijdingsdag te zijn, bij de dodenherdenking. Een rol wil spelen bij de Koningsspelen. Dus zo iemand zoeken wij. Ja. En waarom iemand uit groep 7? Nou, degene die nu in groep 7 zit, zit volgend jaar in groep 8. En de bedoeling is dat het vanaf september ongeveer ingaat. En dat je dan een jaartje jeugdburgemeester bent. Oké, dus dat gaat om kinderen die een jaar of 12 zijn? Ja, 11, 12. Die volgend jaar in groep 8 zitten. Ja, maar de middelbare schoolleeftijd, daar zoeken jullie niet in? Nee, wij zoeken echt basisschoolleerlingen. Ja, was er nou voor Nienke wel zo'n leuk jaar afgelopen jaar met die corona? Er was toch een boel minder te doen? Nee, het was niet leuk. Nee. Nienke is dit jaar voor het tweede jaar jeugdburgemeester. Omdat ook tijdens haar eerste jaar het al heel lastig werd door corona. Nou ja, afgelopen jaar was eigenlijk hetzelfde, dus dat is heel jammer geweest. Ja, hoe hebben jullie het nog een beetje kunnen oplossen? Nou, we hebben wel continu contact met haar gehouden. En wat heel leuk was in het afgelopen jaar is dat ze wel een filmpje heeft opgenomen samen met de burgemeester. Voor de kinderen in de Noordoostpolder. En dat is echt een heel leuk filmpje geworden. Oké, nu dus een nieuwe wordt gezocht. Nou, samen met de nieuwe burgemeester, samen een frisse start. Tot wanneer kunnen kinderen solliciteren? Tot 28 mei. En hoe doe ik dat? De kinderen kunnen de burgemeester een brief sturen. Maar ze kunnen ook mailen naar griffie@noordoostpolder.nl. Oké, en zijn er dan ook echt sollicitatiegesprekken? Ja, we hebben een hele middag. En dat wordt op een hele leuke en gezellige manier gedaan. Hoe dat precies invulling gaat krijgen nu, tijdens corona, weet ik nog niet helemaal precies, maar we gaan er wel wat leuks van maken. Ja. Okay. Waar ik ook nog aan zat te denken, in mijn herinnering, maar ik kan het fout hebben, maar het waren altijd meisjes. Ja, maar dat mag niet, hè? Onze voorkeur gaat uit naar een man of een jongen. Dat mag niet, toch, Arja? Nee, maar nu moet Arja zeggen, kom op jongens. Kom op jongens. Zie je wel? Allemaal solliciteren. Nou, okay. Juist. Ja, het zou wel eens leuk zijn inderdaad, nu een jongen. Ja, maar misschien vinden jongens dat niet interessant. Ik heb geen idee. Hoe denk jij erover, Arja? Ja, ik weet het ook niet. Ik weet in ieder geval, de afgelopen jaren zijn sowieso meisjes geweest. Ja. Volgens mij inderdaad alleen maar meisjes. We zijn in 2015 gestart. Iedereen mag solliciteren of je een jongen of een meisje bent. Daarom. Ja. Want, okay. Ja, want Arja, wat moet je kunnen? Of ja, moet je bepaald iets doen of bepaald karakter hebben als jeugdburgemeester? Nou, het is wel leuk als je zelf ook ideeën hebt om de Noordoostpolder leuker te maken voor de jeugd. Ja, en niet al te verlegen lijkt me, toch? Tenminste, het lijkt me niet heel handig. Nee, dat is niet het handigste om heel verlegen te zijn. Nee. Je komt best wel in grote groepen terecht. En je gaat ook mensen ontmoeten, zoals Sinterklaas. En het is fijn als je eens een keertje een woordje kunt doen. Precies. Dus al te verlegen is niet handig. Nee. Nou, goed. Dus kinderen die dit horen of er via van horen, die kunnen meedoen. En we zijn er het al. Je mag het niet zeggen, bij gelijke geschiktheid kiezen we voor. Maar nog een keer die oproep. Jongens, doe vooral mee. Toch? Ja. Griffie, wat was het ook weer? griffie@noordoostpolder.nl. En daar moeten we naartoe. Klopt. Goed. Daar mag het heen gemaild worden. Als het goed is, heeft de meester of juf van groep 7 alle informatie. Oh, kijk. Die hebben ook een lesbrief gekregen die ze kunnen doen in de klas. En daar staat ook het adres bij waarbij je eventueel je gewoon een brief heen kunt sturen. Juist. Okay. Arja, dankjewel. Hoi. Hey.